toen ik een jongen van een jaar of 16 was, 15 jaar, toen ben ik bij een baas gaan werken. Ik wist nog niet wat ik ging doen, maar ik wilde altijd met mijn handen werken. En toen ben ik bij een meubelstoffeerderij Bosch in Amstelveen ben ik gaan werken. Daar heb ik het vak geleerd, toen was ik een jaar of 16, 17. Toen hebben we vakdiploma's gehaald op een avondschool. Stijlleer en noem maar op. En mijn middenstandsdiploma heb ik gehaald op de Stadhouderskade. En toen had ik allemaal diploma's, toen ben ik voor mezelf begonnen. Even kijken, hoe lang werk ik al voor mezelf? 44 jaar. 44 jaar. Pieter slapt altijd alles, alle oude stof en alles eraf. En ik snij het altijd uit en ik stik het in elkaar op de achter- en naaimachine. En Pieter stoffeert het weer helemaal. Mensen, dan heb ik bijvoorbeeld eetkamerstoelen gedaan of een bankstel en dan wordt er over gepraat in de familie. En die familie komt ook weer naar mij toe. Zodoende heb je een hele grote klantenkring. Blauw watten, paardenhaar en vlas. Dit zijn dus stoffeerklossen, waardoor je de veren op de hoogte kan stellen. En dan wordt hierna de hand omgenageld. Komt er helemaal wat stof onder vandaan. Ik heb een vierjarige opleiding gedaan bij het Hout- en Meubelingscollege in Amsterdam. Het leukste wat ik gedaan heb, dat zijn antieke rijtuigen en arresleien. Je bent er echt weken, maanden mee bezig.
moet echt op schaal gedaan worden allemaal. Kapitoneren zelfs aan het plafond. Dat is ongeveer kleur komt ervoor. Ik geef advies aan de mensen van de stoffen en zo. Dit is faal afstoteld is, teflon behandeld is en sterk is. En dat kun je natuurlijk leer nemen, je kunt kunstleer nemen. Maar leer is het mooiste werk. Als je nou Leerlux, Gelderland of Achtervoor hebt, dan zeg ik meestal ploegstoffen of kwadraat. Als je bijvoorbeeld een antiek bankstelletje hebt of een antieke eetkamerstoel, dan moet je er antiek stoffie op doen en geen moderne stoffie. Mooi vloers, mooi mohedro. Ja.
vind het een heel mooi vak. Want je maakt van iets ouds, maak je iets nieuws. En met je handen werken. Dat vind ik leuk werk.